Hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9 gaat over realisatiekracht. Het gaat over executie. Je zou zeggen, waarom zit dat in een boek over portfolio management? Het gaat toch over besturen, dus waarom zouden we dat doen? Nou, alles is uitvoering. Het is belangrijk dat je je realiseert dat strategie niks is. Strategie vindt zijn werkelijkheid in uitvoering. Zodra teams dingen gaan bouwen, features, producten, diensten, pas dan wordt de strategie werkelijkheid. Dus ook portfolio management wordt pas werkelijkheid zodra teams dingen gaan doen. Dus die executiekracht, die realisatiekracht, ja, dat hoort erbij daarnaar te kijken. En dan heb je eigenlijk twee keuzes. En een ervan is dat je ervan uitgaat dat die executiekracht constant is en dat je daar ver in het vooruit mee plant. Aan de andere kant weten we dat die realisatiekracht helemaal niet constant is. Als je niks doet, dan worden teams vanzelf langzamer. Maar je kunt ook veel tijd investeren in ze te verbeteren. Betere mogelijkheden te geven om sneller en effectiever het werk te doen. Maar dat hoort dus ook bij portfolio management. Portfolio management gaat niet alleen maar over welke features producten eerst. Nee, het gaat om al het werk. Alles wat een team doet, alles waar ze hun tijd aan besteden, alle investeringen horen op je portfolio te staan. Nou, een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet die teams langzaam maken, dat zijn afhankelijkheden. En dat heeft ermee te maken hoe we vaak in organisaties agile transformatie hebben doorgevoerd. We kijken naar het bestaande landschap, we mappen de teams op de applicaties, verdelen het werk en we zijn klaar. Echter, in veel gevallen zijn die teams onderling afhankelijk. Je kunt die olietanker wel opknippen in verschillende zeilbootjes, maar als die aan elkaar vastzitten met heel veel touwen, dan is het geheel misschien eigenlijk wel minder effectief. En zeker minder efficiënt. Dus ook vanuit portfolio management is het super belangrijk om te kijken naar die afhankelijkheden. Want als je in staat bent om afhankelijkheden weg te nemen, dan worden je teams sneller en neemt je realisatiekracht toe. En als je dan toch vanuit je portfolio management hulpmiddelen hebt om hun sneller te maken, zet die dan bovenaan je portfolio, dan heb je er zoveel mogelijk impact van. Een manier om die afhankelijkheden te zien bijvoorbeeld, is in de QBR of in het PI-event. Heel veel teams zijn aan een kwartaal van tevoren bezig om afhankelijkheden zichtbaar te maken. In de VGZ-case in het boek zie je bijvoorbeeld een mooi plaatje daarvan. Nou, al die touwtjes, al die bolletjes wol, dat is een visualisatie van alle afhankelijkheden. En die wegnemen mag je ook in je portfolio management opnemen. Je hebt er namelijk zelf ook heel veel profijt van. En dat betekent dus ook dat al die stappen die je steeds weer doet ook weg kunt automatiseren. Dan hebben we het over CI/CD, dingen live zetten, maar ook andere dingen. Herhalende activiteiten, die kun je weg automatiseren, waardoor je teams sneller worden. Maar dat automatiseren gebeurt niet van zichzelf. Dus ja, hoe zorg je nou dat die teams zo dingen weg gaan automatiseren? Nou, heel simpel, zet het op je portfolio. Zet het bovenaan de backlogs van die teams. Tot slot ook nog iets over competenties. Want een van de dingen die je niet moet vergeten, is dat competenties heel veel impact hebben op realisatiekracht. Je kunt nog het meest perfecte portfolio managementproces inrichten. Maar als er, laat maar zeggen, geen vakmensen in het team zitten, is het resultaat nog steeds minder wanneer je crappy portfolio management doet, maar met vakmensen. Dus ook het uitbreiden van competenties, doorontwikkelen, zorgen voor vakmanschap en daar tijd voor vrijmaken en daarin investeren. Ja, als je dat niet op je portfolio zet, gebeurt het dus niet. Dus vandaar portfolio management, zie het in de volle breedte. En neem ook het vergroten van de realisatiekracht op. Want uiteindelijk is alles executie. Alles in het portfolio management in je strategie is hypothetisch, maar het vindt zijn werkelijkheid zodra je er wat aan gaat doen. En vandaar ook belangrijk dat je dat portfolio management doorlopend blijft verbeteren. Hoe je dat doet, je raadt het vast al. Hoofdstuk 10.